De kwartfinale van de nationale voorleeswedstrijd gaat ook dit jaar anders dan anders. Ja, vanwege de corona mochten we natuurlijk niet met te veel mensen tegelijk in de bieb zijn. Dus we hebben nu bij de lokale omroep, bij Avisie, hebben we de kinderen allemaal omst de beurt laten komen en daar hun verhaal laten voorlezen. Hier hebben we eerst de jury zitten. En dan hier voor het groene scherm. Hij staat nog niet op de goede plek, kijk. Dit is de voorleesstoel. Nou, en daar gaan de kinderen zometeen allemaal zitten voorlezen. Hallo, mijn naam is Ties Kuipers en ik ga een stukje voorlezen uit de waanzinnige boommunt van 26 verdiepingen, geschreven door Annie Griftons en Terry Denton. Hoe hadden jullie het normaal aangevlogen hier in de bieb? Ja, dan hadden we alle kinderen uitgenodigd en die mochten dan een stuk of wat fans meenemen en dan met z'n allen in de zaal en met een presentator erbij en gewoon hadden we er een feestje van gemaakt. De scholen krijgen vrijdag de video met de voorleeswedstrijd en horen dan in de klas wie de winnaar is geworden. De video is daarna ook te zien via YouTube. Ik wil wel heel graag weer terug naar gewone wedstrijd, dat de kinderen ook de spanning van elkaar voelen. En ja, dat heeft wel mijn voorkeur, maar ik denk dat dit zeker een goede tweede plek is.